Yo, dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe serie op mijn kanaal Games Real. En in deze video, je kunt het al zien aan de titel, Road to the Atomizer gaat de serie heten. Wat ik dus in deze serie moet doen, is de Atomizer de strijd halen. Oftewel een 25 guns schrik. En als je die hebt gehaald, komt er een gek schip boven de map vliegen. En ontploft de hele boel. En dat wordt super sick. Natuurlijk heb je daarvoor nodig een speciaal wapen waarmee je de nieuw kan halen. Je ziet ook daar rechts staan met een nucleair tekentje. 25 player kill streak earned the Atomizer strike. Ik speel dus met de NV4 Fallout. Misschien ga ik ooit wel wat meer varianten krijgen van wapens. En dan kunnen we ook met meerdere wapens gaan proberen de Atomizer te halen. Waarom ik deze serie ook wou starten is natuurlijk... Ik vind het fucking vet als we dat kunnen halen. Als we die serie kunnen halen, zou dat super vet zijn. Ik ben ook niet echt de slechtste player in deze game. Dat wil ik wil niet op schepperig overkomen. Maar ik heb hem vandaag net 2 potjes geleden ook gehaald. En dat kwam ook bij mij op het idee. Ik wou het al een keer doen. Maar omdat ik het nu ook echt... Ik kan het halen. Ik heb het gehaald. En niet alleen in Infected. Ik heb trouwens 2 keer in Infected een nieuw Atomizer gehaald. En eentje in TDM. Oké, dus dat. Ik ga dat dus gewoon proberen. En dan gaan we dus met deze class doen. Ik zou hier en daar misschien andere attachments gebruiken. Misschien gaan we een keer hardcore doen. De ene keer weer iets anders. Bla bla bla. Ik heb op mijn N4 staan de suppressor. Zodat niemand je kan zien op die UV als je schiet. De quick draw, zodat je sneller, nog net een tikje sneller kan inzoomen. En extended mag, zodat je niet. Zodat je gewoon door kan schieten. En dat je niet gelijk out of ammo bent. En dat je moet reloaden. Want dat heb ik heel vaak. Dat er dan toch nog 1 persoon te veel staat die ik dan niet kan killen. De perks, dexterity, zodat je sneller kan inzoomen, bewegen en reloaden. Ghost, zodat niemand je ziet op UV, ping of gewoon dingen waardoor je op de radar komt. Scavenger, zodat je niet zonder ammo komt te zitten. En Gung-Ho, puur omdat ik een punt over heb. Soms zou ik misschien ook een keer een ELO of een Reflex Sight erop doen. Maar we gaan nu even met deze class proberen. Ik heb de Merc aanstaan met de Reactive Armor als payload. En Trade, de Man at Arms. Dat houdt dus in dat je inspant met keiveel ammo. Zodat je al gewoon lekker op kan knallen. Dus wij gaan met deze class een potje doen, jongens. Dus ik zeg... Tot bij game nummer 1. Zo mensen, we zijn in een game, in een potje gekomen. En ik doe trouwens de game mode Tactical Team Deathmatch of Team Deathmatch Tactical, zoiets. Dat houdt dus in dat je Boots Underground speelt, old school, zoals de old school Call of Duty's eigenlijk. En volgens mij heb je ook meer doe je meer damage of heb je meer, minder health. Ik weet niet echt hoe dat zit, maar we zitten ook op de map Terminal. Dat is ook een super chille map natuurlijk. En we gaan gewoon proberen de Atomizer te halen, jongens. We gaan het gewoon proberen. Zit hij daar rechts nu? Oké, ik ga even weg. Terminal is een chille map om voor een Atomizer. Want het is een beetje groot. Je kan een beetje schuilen als je veel geraakt bent. En dat is best wel chill. Dus ik ben blij met deze map. Dus ik heb een goed gevoel. Misschien kunnen we het eerste potje al halen. Denk het niet, maar het zou wel tof zijn, doe. Oh, kut. Met 1 schoten lucht in. Zoals je ziet, kill ik dus best wel snel mensen. Dus dat is wel... Dat is wel mooi, yo. Chill, meegenomen. Die vent moet ervoor oppassen. Voor de Reaper Ames. Want die vent die kan wel volgens mij een beetje raak schieten. Dus dat moeten we gewoon even in ons achterhoofd houden. Zodat we een beetje opletten als hij in de buurt zit. Hij heeft wel een Zit er nog iemand aan het teammate? Hij heeft een opvallend pakje aan. Dus ja, dan kunnen we daaraan zien dat hij het is. Oh, ik moet hierheen. Hop, doei. Kut. Natuurlijk kan ik hier nu niet opspringen. Oh shit. Want je kan niet double jumpen. Dat is er allemaal uit. Het is gewoon boots underground. Dus als je... Kut, even snipen. Ga ik dit winnen, die gunfight? Ik ga dat niet winnen. Doei. Dus als jullie natuurlijk ook boots underground leuk vinden. Zeker deze game... Wow, yo, er ging een vuurwerk af. Deze game mode is dus daar dan perfect voor. Want het is gewoon chill. Het is lekker op de grond. En die extra... Of die minder... Health, dat is ook wel op een of andere manier best wel chill. Ik heb hem namelijk ook mijn eerste Atomizer in een normaal potje in deze game moet gehad. Dat is die vent, daar moet je voor opletten voor die guy. Jij zit er... Dus, er zit een camper, jongen. Donder alsjeblieft op bij die kutkamertjes, jongen. Dat is fucking irritant. Moet even wel een streekje neerbouwen. Oh. Ik schreeuw me de hele tijd kapot als ik die vent zie, man. Ik durf daar niet heen te gaan. Zou die hier spannen, die guy? Zag je hem? Oh, kut man. Dit zijn een beetje kut enemies, want ze campen een beetje. Kijk, zoals die. Dat soort mensen wil ik nu niet tegenkomen. Had je kop nog zien? Oh, lekkere kill, lekkere kills. Wat doen er allemaal hier?
Oh joh, die vent liep gewoon langs me, gek. Ik heb trouwens de UAV, de counter UAV aanstaan. Alleen die twee, want dan haal je ze lekker snel en dan kun je natuurlijk ze counteren en dan kan jij ze wel zien. Dus dat is chill, behalve als ze ghost aan hebben natuurlijk, dat is wel kut. Oké, okay. Soms is er wel een beetje concentreerfase. Teammates. Oké, ik ga hier weg. Ik ga even. Ik probeer zoveel mogelijk mijn teammates te ontwijken. Want sommige teammates hebben geen suppressor op hun wapen. En dat is. Nee, teammate heeft een toor. Teammate, waarom doe je mij dit aan? Waarom heeft hij die toor? We hoeven er nog maar 15 dood. We zitten op een 10 streak nu. Kut, teammate, jongen. Hij gaat het echt verneuken. We hebben nog veel kills, dus tijd zat. Maar. Die toor gaat het verneuken, denk ik. Weet ik nu al. Nee. Ik denk. Kut man. Volgens mij gebruiken ze ook snipers. Dat is kut. Counter UAV. Nee. Ik ga daar niet. Ja, hier bedoel ik. Even zien. Ik moet dit slim spelen nu. Ze zitten allemaal daar. Die tor die gaat erin blijven voor weet ik veel hoe lang nog. En tot die tijd gaan we daar de hele tijd campen. Dus ik moet. Oh shit. Ik moet denk ik. Ah, kut man. Ik denk dat ik bij deze span hier moet blijven. Maar ik weet niet of ze hier gaan spawnen. Nee, kut. Die toor, ik zeg het je, die verneukt het, man. Sowieso dat team met hem uit de care package heeft gekregen of zo. Ik zat achter dat ding, man! Nee, die toor heeft het verneukt voor ons. Dat sowieso. We hebben nog wel tijd. We kunnen nog wel een streakje opbouwen. Maar die. Oh, oké. Okay, ja, die toor is nu ook weg. Dat is mooi. Maar, oh. Zat al op een 15 of 14 streak of zoiets? Oké, okay, nu beginnen ze ook weer rond te rennen, weet je wel. Ik ga op die camper af. Dat is niet zo slim, maar oké. Okay. Oh, hij is al dood. Och, bruh. Connect armor. Oh, nice teammate. Oh, die vent raakte mij daar nog best wel hard op zich. Het is natuurlijk wel een concentratieserie. Dus ik zal niet... Op sommige momenten zou ik niet echt praten. Dus dat komt gewoon puur omdat ik... Jezus, Dylan. Pff. Anders gewoon doodga of zoiets. Oké, nice. Counter UV, UV'tje. Beam. Nee. Oh, ik had hem nog bijna ook nog, jongen. Ik zag niet, want ik zat met UV. Wat zit hij doen met vuurwerk te kutten, jongen? Dat is echt tering irritant. Zeker bij deze serie. Iedereen zit fucking vuurwerk af te steken voor mijn huis, jongen. Dood. Oké, team met links. Links. Nice, je had het door. Daar zit er nog één. Je pik wel. Omdraaien. Kom maar. Zo, mijn aim is wel vaag een beetje kut, jongen. Oké. Okay. Kut, span ze hier nou? Hier zit er een links. What the fuck? What the fuck? Hey, level up. Waar was die vent, man? Oh nee, kut. What the fuck? Ik was hem kwijt opeens, die vent. Maar we hebben... Oké, zoals je ziet ga ik nu best wel chill op zich. Ik ben op een of andere manier beter in die diatomlijsten proberen te halen, man. Dat is chill. Nu kunnen we gewoon een nieuwe serie doen. En dit is, ik heb niet zoveel series gehad op mijn kanaal. Dus ik ben wel blij dat we... Ja, met deze serie. Oeh. Oh my god, die fans goed. Holy shit, die snipe, jongen. Hij heeft ook snipes in zijn naam staan, dus... Hij steekt daar wel veel tijd in, de snipe. Kut, er zit er één links. Ben jij nou doe, man? Even serieus. Oh, fix de killsteal van mijn teammate. Oh. Oké, we kunnen hem... Tjus. We kunnen hem dit potje al helaas niet halen. We hebben nog 10 kills. Daar kan je hem nooit in halen. Maar het is... Het was natuurlijk een inkom potje. Het zou ook niet leuk zijn als ik hem in de eerste fucking aflevering al had gehaald. Dus we gaan sowieso... Ik weet niet hoe lang deze serie gaat duren. Maar ja, we gaan hem sowieso halen. Ik weet dat zeker. Dat gaat wel lukken. Ik ga gewoon even een connected armor aanzetten. Of reactive armor. Woep, beetje springen. Eens. Span allemaal hier. Hey. Nou, dit was natuurlijk gewoon een eerste chille aflevering. 37-9. Zeker geen slechte score. Maar dus, hopelijk vonden jullie deze serie. Vinden jullie het een fucking chill idee, weet je. Het is natuurlijk niet het origineelste idee. Maar waarschijnlijk doen fucking veel YouTubers het al. Maar weet je, ik dacht van, weet je... Jullie zien hun channel doen en spelen. Ik wil ook mijn tips geven en mijn classes, hoe ik speel een beetje doen, weet je wel. Dus
Hopelijk vinden jullie deze serie leuk. Wij gaan hem zeker halen, dat weet ik zeker. Dus vergeet je duimpje omhoog. Leuke reactie, wordt altijd gewaardeerd. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Laat mensen. Oh, yo, 100 selfies.